Sneeuw en kou, ja, het zit er weer aan te komen. Het KNMI heeft voor vanavond en vannacht code geel gegeven voor Brabant. Nou, deze beelden zijn van afgelopen zaterdag. Een dag vol gladheid, kou en vooral, u ziet het, veel ongelukken. En die winterse taferelen komen dus weer terug. De winter komt er nou echt aan, ook naar Brabant. Maar vanavond regent het en pas in de nacht gaat de regen uiteindelijk over in natte sneeuw. En vooral in Oost-Brabant kan er misschien toch nog een laagje sneeuw komen te liggen. Maar overdag dooit dat weer grotendeels weg. Dan krijgen we in het weekend een paar sneeuwbuien. Misschien dat het soms weer eventjes wit wordt. Maar het echte winterweer komt pas volgende week. En dan gaat het echt vriezen. 'S Nachts matige vorst. Misschien dat er in de loop van de week kan worden geschaatst. Op natuurijs. Zij Reinier van den Berg. Gaan we naar de A2. Staat onze verslaggever een beetje weg te regenen. Geen sneeuw, wel regen. Daar heeft de avondspits nu last van. Maar ja, morgen, dan komt de ellende. Nemen ze maatregelen, de weggebruikers? Nou, de mensen die dat kunnen, zullen ongetwijfeld vandaag met hun baas hebben afgesproken dat ze morgen vanuit huis werken. Natuurlijk zijn er altijd mensen die ook de weg op moeten. En er zijn ook bedrijven die afhankelijk zijn van die weg. Zij wachten de nacht in spanning af. Hoeveel sneeuw gaat er vallen? Hoe glad is het morgen? Ja, morgen om 8 uur zullen zij dan krijgen. Want ja, bijvoorbeeld rijscholen, die kunnen niet anders dan de weg op. Met de auto is het natuurlijk wat makkelijker, want die hebben winterbanden. Maar met de motor- en bromfiets, ja, die zijn op 2 wielen en veiligheid gaat voor alles. Dus daar moeten we morgen even afwachten. Want het is echt belangrijk dat we niet de weg op gaan als het echt niet kan. En als het glad is of sneeuw ligt, dan lassen we echt alles af. Ja, Maarten, jij moet morgen ook werken. Ik zag een trooster, 9 uur moet je hier zijn. Hoe ga jij zorgen dat je op tijd bent? Ja, eigenlijk dat wat iedereen het beste kan doen. Hè? Iets eerder opstaan, kijken hoe de situatie op de weg is. Dan in ieder geval, als je auto is ondergesneeuwd, goed je ruiten schoonkrabben, goed je koplampen. En als het glad is, gewoon iets langzamer rijden. Dan ben je misschien iets later op je werk of moet je iets eerder vertrekken. Maar veiligheid boven alles. Zo is dat. Dankjewel, Maarten. We zien je morgen weer.